was de afgelopen week een beetje druk in de winkel, want we hebben de laatste dozen met de wintercollectie binnengekregen. Bijna alles is binnen, maar van scheepjes zijn nog een paar garens onderweg. Cotton 2 heeft een mooie plek gekregen, vooraan als je binnenkomt lopen. Naast de Cotton Fine van Lana Grossa. Deze winter hebben wij een collectie van Vildar, Lana Grossa, Scheepjeswol, Online, Borgo de Pasi, Schuler Estelle, Adria Phil en Plazar. En bij nieuwe wintergares horen natuurlijk ook de nieuwe winterboeken. Bij de winkel hebben wij een mooie tafel waar alle patroonboeken op liggen. En die onder het genot van een kopje koffie lekker kunt zitten en de boekjes door kunt bladeren. En ik zal jullie een paar boekjes laten zien. Vildar heeft deze winter een aantal kleine en grote boekjes. Voor je voor baby's. Maar ook voor kinderen. Een combiboekje voor baby's, kinderen, dames en heren. Een klein damesboekje. En een groot damesboek. Wat ook heel leuk is, is het accessoiresboek. Hier staan accessoires in voor de hele familie. En Vildar heeft weer boek 136. Dit is een speciaal boek voor beginnende breisters. Hier staat alles in. Ja, hoe moet je beginnen? Dus hoe je de steken op moet zetten, hoe je moet afkanten, het in elkaar zetten. Staat stap voor stap beschreven. Voorheen was al boek 129. Hier zit ook alles stap voor stap in. Dus dat is ideaal als u wilt beginnen met breien. Lana Grossa heeft ook weer een hoop flyers. Die volstaan met accessoires, poncho's, omslagdoeken en mutsen bijvoorbeeld. Filatis Size Plus. Dit zijn modellen die tot een grotere maat gaan. La Ragazza heeft ook weer een nieuw boekje. Filati Breimode is ook weer nieuw. Classici nummer 10 en 11 is uit. En het grote boek van Lana Grossa, Filati 52. Dit is tot nu toe de koploper van alle winterboeken. Ook online heeft weer een nieuw boek, nummer 44 uit. Plazar heeft een klein en een groot boekje. In het kleine boekje staan veel modellen van 100% alpaca garen. Schuler Estelle heeft een nieuw stijlblad. En Adria Phil heeft natuurlijk een nieuw winterboek. In deze boeken staan voornamelijk patroon om te breien en ook een enkel om te haken. Deze week hebben we ook wel weer nieuwe haakboeken binnen. Zo is de Haaktechnieken Bijbel. Dit is een aanvullende gids op de Haakbijbel en de Granny Square Bijbel. En eerder dan gepland, tam 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 tam, Gehaakte Lappenpoppen 2. Dit is een aanvulling om de Lappenpoppenfamilie nog groter te maken. Naast alle leuke wintergarens hebben wij ook vele borduur- en knooppakketten. Met bijvoorbeeld herfsttaferelen. Ik zal jullie een aantal laten zien. Wat dacht u van een leuk tafelkleed? Met bijvoorbeeld herfstbladeren. Een paddenstoel, pompoentjes, ook leuk voor Halloween. Of bijvoorbeeld met eekhoorntjes. Wij hebben tafelkleedjes zowel voorbedrukt als stijlwerk. In een lopertje op bijvoorbeeld 80 bij 80. Daarnaast hebben we ook vele kruisteekkussens. Dit is een compleet pakket, exclusief de kussenrug. Een leuk knoopkleed van een boomstam, ook toepasselijk. Renatere heeft ook leuke pakketten. Maar ook Dimension. Bijvoorbeeld met herten. Of een leuke herfstuil. Voor de regendagen heeft Maya een leuk borduurpakket. Of bijvoorbeeld een kleed om te borduren. Wat voorbedrukt is met ook herfsttaferelen. Dus kortom genoeg om te borduren of te knopen. Zo hebben wij inmiddels meer dan 2400 pakketten die allemaal uit voorraad leverbaar zijn. Dus ik zeg, zoek u iets speciaals. Kijk even bij ons op de site of kom langs in de winkel. En zoek u specifiek, kunnen we altijd kijken of we het voor u kunnen bestellen. Een nieuw windgaren van Lana Grossa is een supercollar. Dit is een hele leuke draad die verloopt in kleur. Is voor nauwdikte 7-8. En de samenstelling is van fijne merinowol met babyalpaca en een piepklein beetje polyamide. Ik vond deze kleur heel gaaf, dus ik ga er ook wat van breien. Ik heb me rond brenaald 8 al klaar hangen. En als het af is, zullen jullie het
voorbij zien komen. Doei!